Nou ja, en daarna krijgen we natuurlijk, hè, we horen hier in het begin, in februari, ze hebben een jeugdtoernooi EK van Moerdekeertsen. Daar hebben we natuurlijk weer mijn ploeg in. We hebben in september hebben het Europees kampioenschap in Valencia, in Spanje. Nou, daar dienen ontnota vijf landen mee. Daar zal Engeland nog ik mooi doen als Nijlid. Ik hoop eigenlijk stiekem dat Ierland ik nog mooi doen zal. Dan zullen we een Sanderlid erbij hebben. Dan. Dat is zo prachtig geweest. En dat hier erop, dan hebben we vanzelf iets eigen wereldkampioenschap. Dus daar moet ik nog wel wat van gebeuren. Dus ik denk net dat ik naar de AV in de jas, dat ik me volslaan in een, nou ja, in een niemandsland, in een diep gat bedarie zal. Er is nog wel wat te doen, want ik ben wel voornemens om mij dwanen te houden met het WK. Want je bent vicevoorzitter van een internationale bond. Bleef je dat wel? Dat bleef ik wel. Daar is jeder, nou ja, daar is jeder toch dat Lopez dat hij op een moment ophouden zal. Nou, dat is altijd wat mistig wanneer dat precies wijzen zal. Nou, ik vermoed eigenlijk dat hij maar de Europees kampioenschap dit hier dat hij dan ophoudt. Maar dat weet je net, ken ik nog wijzen dat hij even langer trok heeft. Nou, dan ben ik een mogelijke opvolger. Ik ben een beetje de beëgen opvolger van hem. Nou, ik zou dat erg leuk vinden. Omdat het wel, dat is aan de ene kant wel wat rustiger als voorzitter van de KNVB. Maar aan de andere kant ja, ligt het mij prachtig daar om daarna wat in budgetten te kennen. En, nou ja, ik heb het idee dat mij dat ik wel leid. Nou ja, ik vind dat ik interessant. Al die verschillende spelsoorten in al die verschillende landen. En dan toch bezie ik je ja, in een toernooivorm der toch het eerste we hoe de spulregels in bepaalde spelsoort binnen en dan nou ja, maar ook op het hoogste niveau te strijden. Dat is vanzelf prachtig. Dat wil elke sportman. En, nou ja, doe best zelf nog mooi west naar Ecuador. Doe wist wat het is. Het is heel bijzonder. Mensen die dat nog nooit zien, hè, die kennen haar daar vaak net een voorstelling van maatje. Maar advances mijn jeugdspelers, mijn een oranje shirt aan, naar zo'n toernooi in België gaan. Nou, voor die band is dat een enorme ervaring. En alleen nog al het dragen van zo'n oranje shirt, dat maakt het al een oormees van je, om zo maar te zeggen. Nou, dat hebben ja, al hoe nochteren wij Friesen ik binnen, maar dat hebben met de spelers op topniveau, naar Frawley of Mali binnen, hebben dat vanzelf ook. Dat hebben we in Portland, Kwadlina, Weschenken, met de Frawley heel goed presteren in de B-groep. Nou, dat is geweldig om mensen dan ik op zulke momenten boppen hunzelf uitgroeien te zien. En dat is ik de kunst voor zelf. Nou, in Ecuador hebben we een geweldige prestatie in Delzetten door het largste toernooi te winnen. En door nou ja, de Belgen en de Spanjaarden op hun, in hun spelsoort te verslaan. Dat zal u zeggen, net elke keer slag ik, daar moet wat reëel in wijzen. Maar bij het Europees kampioenschap in Valencia en over hier of in 2011 dan bij het WK in Nederland. Ja, dan moeten we daar even gaan. En dan heb ik de mogelijkheid om aan de Friesen die recent te letten hoe het is om zo'n internationaal toernooi, om dat te ervaren, om dat mooi te maken. Nou, ik hoop dat het een enorm slagend toernooi wezen zal. En nou ja, de basis zal wel lang worden. Maar dit hier, daar werk ik naar de EK in Valencia. Nou, Valencia, dat jouwt niks. Dat is een prachtige entourage om daar spelen te maken. Ze zeggen altijd, wij zeggen, Valencia is de keertstad, het keertsmekken. Nou, dat is het verschil voor u zeg. Maar ja, de Valenciaan, die ben ik wel chauvinistisch, die zeggen dat Valencia, dat is de stad van het pelota. Nou ja, daar heeft zij op hun manier, ik weet het niet om. Laatste keer het interview op de ongeveer begin van het nieuwe jaar. Zult toch een apart gevoel jou om taken met je net meer voorzitter te wijzen? Ja, dat is weer. Wat dat dan belangrijk wordt, 2010 van mij persoonlijk een heel vreemd jaar. Want ja, ik ben ja, aan het einde van het jaar, dan houdt mijn burgemeesterschap van Woensdreel op. Dan gaat de gemeente oer in een nieuwe fusiegemeente, de heren maar vier andere gemeenten. Dus ik zal wel nooit denken met wat er nou in januari 2011 gebarren had. Want nou ja, je een baan meer hebben en dan je voorzitter meer van de KNVB. Dat is dan krijg ik dan een Moanalien op dat moment dat ik dat achter me letten ga. Als het goed is dat de AV daarin varieert, daar stem ik van jou. Ja, nou ja, dan sting je aan de andere kant ik ben neigen wegen van je hebt me samen uit, ik maar wel zien.
soms herinner de dingen zo en wat het dan wordt, dat weet ik net. Dit interview dat wordt nu opgenomen in het huis van mijn zoon, daar is nog heel wat te doen en dat is over hier ook nog wat te doen. Dus misschien mag ik dan wel mijn eigen putjesbureau beginnen om samen te zeggen. Putjesbureau Piersma. Nou ja, daar hebben we het gekskerend hebben we thuis, want je nou wel eens even hoor. Ik ben net zo'n superhandige jongen, maar er zijn oren familieleden van mij die ben misschien wat handiger. Maar als je nou beheersen wij toch heel wat disciplines, dus waar weet.